Wat is de rol van het Europees Parlement in de verhoudingen met Rusland en de Oekraïne? The exceptional provocations and aggression by Putin's Russia in our eastern neighborhood continue to be cause for great concern. At the root is the choice of the Ukrainians to seek stronger ties with the EU. Choosing for rules-based trade and a movement towards an open society will require difficult reforms. De Oekraïners kozen voor nauwere betrekkingen met de EU op het gebied van handel, maar ook als het gaat om het doen van democratische hervormingen. Dit leidde tot grote stress in het Kremlin, dat de Oekraïne liever binnen haar eigen invloedssfeer zou houden. De annexatie van de Krim en van gebieden in Oost-Oekraïne door pro-Russische rebellen deden na het neerhalen van MH17 de ministers van de EU-lidstaten besluiten om sancties op te leggen. Business as usual was ongepast. It is actually appalling that this has happened, and I believe that there is a very deep mix of grief and anger in the Netherlands that will last for a very long time. De liberale fractie organiseerde een seminar om van verschillende betrokkenen te horen hoe de gespannen relatie tussen Rusland en de EU hen raakt. Het Europees Parlement heeft geen rol bij het vastleggen van sancties. Dat is aan de lidstaten. Intussen werden nieuwe afspraken met de Oekraïne vastgelegd. En verdragen tussen de EU en derde landen moeten wel door het Europees Parlement worden goedgekeurd. 4 weken geleden stemden het Europees Parlement en de Oekraïnse Rada gelijktijdig voor het associatieverdrag. Kort daarvoor nog zette Poetin enorme druk op Oekraïne om de afspraken aan te passen. En om het staakt het vuren niet in gevaar te brengen. En om iets van de schade aan de Oekraïnse economie te verzachten, doordat Rusland veel minder Oekraïnse producten toelaat, geeft de EU Oekraïne 15 maanden lang gunstigere handelsvoorwaarden. What is essential now is that Europe stands united and makes a clear decision on whether it seeks to continue with trade as if it's business as usual, with energy relations as if it's business as usual, or whether we will finally come together and take a tough stance for fundamental values, for international justice. We zorgden ervoor dat voorwaarden op het gebied van respect voor mensenrechten extra duidelijk werden vastgelegd. Handelsafspraken hebben vaak een mensenrechtenclausule die we veel beter moeten gebruiken. Het Europees Parlement kan altijd agenderen en is het aanspreekpunt voor allerlei mensen, van burgers tot bedrijven en NGO's. En hoewel we niet over alle terreinen evenveel bevoegdheid tot beslissen hebben, speelt het Europees Parlement een belangrijke rol bij het sluiten van verdragen met andere landen. Zo kunnen we zorgen dat economische verhoudingen ook ten goede komen van democratische hervormingen en mensenrechten.